Welkom terug. De politie van Hoogstraten is op zoek naar een exhibitionist. De man heeft de voorbije maanden op straat al zeker 4 jonge meisjes lastiggevallen. De man valt op omdat hij schilderskledij draagt en zijn slachtoffertjes vraagt of er een verfwinkel in de buurt is. Zo zou de man die de meisjes lastigvalt er ongeveer uitzien. Tussen de 40 en de 50 jaar oud. Warrig, bruin, grijzend haar en, opvallend, hij heeft bijna altijd een wit schilderpak aan met verfplekken op. Op 8 september vorig jaar spreekt hij een meisje van 11 aan. Ze zit op een bank aan een speelplein in de buurt van de Thijs-Akkerstraat in Hoogstraten. Hij vraagt haar eerst of er een verfwinkel in de buurt is en dan vraagt hij haar of hij aan haar mag voelen. Wanneer het meisje nee zegt, laat hij zijn geslachtsdeel zien en hij raakt het aan. De dader is een blanke man, slank gebouwd. Hij spreekt Nederlands met een Belgisch-Hollands accent. Het zou dus kunnen dat hij uit de grensstreek komt. Een maand later slaat hij weer toe in Hoogstraten. Dit keer is de slachtoffer meerderjarig, maar ze ziet er wel veel jonger uit. Ik was daar aan het wachten op de bus en ineens komt een meneer naar mij om te vragen de weg naar de Amsterdamstraat, denk ik dat was. Maar ik heb helemaal geen goede oriëntatie, dus ik kon die niet echt verder helpen. En toen vroegen wanneer dat de bus eigenlijk kwam, om het aan een buschauffeur te vragen. En ik wil mij omdraaien om te zien hoe laat dat de bus juist komt. En hij greep me vast, ter hoogte van mijn borsten en van onder. Op het moment zelf wist ik niet goed wat ik moest doen. En dan ben ik een beetje verstijfd. En dan heb ik dan toch de reflex gehad om van mij af te duwen en gewoon echt weg te duwen. En toen is hij echt gewoon rustig weggewandeld. En dan heeft hij hem nog 1 keer omgedraaid. En heb ik keihard mijn middelvinger naar omhoog gestoken. En toen is hij terug gewoon verder weggewandeld. Deze keer draagt de man een groene bodywarmer boven zijn schilderskledij. Hij gaat weg in de richting van de Lindendreef. Mijn veiligheid is even helemaal weggegaan. Dus ik heb mij wel een paar dagen echt niet goed gevoeld. En nu is het wel beter, maar nog altijd niet. De schrik is er altijd nog wel. Dus. Weer een maand later, op 29 november rond 17:15 avonds, spreekt hij 2 zusjes aan van 14 en 16 jaar in de Minderhoutse straat. De dader laat weer zijn geslachtsdeel zien. En weer een maand later, op 14 december, gebeurt hetzelfde met een meisje van 14. Ze is op weg met de fiets naar de tekenschool rond 6:30 's avonds. Ik vertrok naar de tekenschool en dan sprak die man mij aan bij de bib. En dan vroeg hij waar een schilderszaak was en dan zei ik dat er bij de Vrijheid veel waren. En zei hij dat hem dat niet zocht. Dan zei ik waar nog magazijnen waren. En dan keek hij naar beneden. En keek automatisch ook mee naar beneden en zei ik zijn penis. En dan ben ik vertrokken. Het is belangrijk dat deze man geïdentificeerd wordt. Ook omdat hij misschien nog feiten zal plegen. De speurders denken dat de dader mogelijk nog andere slachtoffers heeft gemaakt. De politie vraagt dat wie nog geen aangifte heeft gedaan, zich toch meldt op het gratis nummer 0800 30 300. Alle informatie kan helpen om te achterhalen wie deze man is.